Welkom bij een nieuwe vlog en we gaan vandaag heerlijk werken. Wat gaan we vandaag doen? We beginnen met voeren. Dat is al het eerste wat we hier gaan doen. Daarna gaan we gras maaien als het mogelijk is. Ik denk het nog wel, misschien ook niet, misschien gewoon wel bos maaien. Dat durf ik nu nog eventjes niet te zeggen. En wat we ook nog gaan doen is natuurlijk het prachtige weidensleep. Maar vanmiddag gaan we het land op. Dan gaan we weidenslepen. Dat is leuk. Meer informatie over weidenslepen kan je lezen op onze blog www.loongrondverzetbedrijfvos.wordpress.com. En dan kan je alle informatie vinden over onze werkzaamheden op de boerderij. Hou actuele informatie over op de hoogte. Bijvoorbeeld is een biggetje geboren. Maken we een updateje. Biggetje geboren, etc. Dus www.loongrondverzetbedrijfvos.wordpress.com. En daar vind je alle informatie. En daar komt ook deze vlog ook op te staan. Net als op YouTube. Maar onderin de beschrijving staat ook de link naar de blog toe. Ik zou zeggen, we wachten even op mijn collega's en dan gaan we naar de boerderij toe. En dan gaan we werken, dus jongens, het is vrijdag, bijna weekend. Althans, ja, ik heb van het weekend weer vrij. Dus dit weekend hoef ik niet te werken. Dus we gaan gewoon zeggen, we blijven kijken naar de vlog en tot zo. Goedemorgen, we zijn op de boerderij. Ja, we gaan even kijken. Hier ga je de pinken staan. Hier staan de pinken, die worden... uiteindelijk doorgebracht naar de andere stal in het plaatsje Nederland. Daar wordt het gekalverd en wordt vanmiddag gebruikt. En dan komen de nieuwe kalveren komen hier te staan. Dit zijn de kalveren hier achter mij. Dat zijn de kalveren die hier komen. En die worden dan weer groot zoals deze. En achter mij hier in het donkere stal. Dan zit hier ook nog een stal. Ik even kijken waar het licht staat hoor. Even kijken, want dat weet ik even niet. Maar hier achter mij staan ook nog kalveren. En die kalveren die worden uiteindelijk weer geplaatst in het kalverenstal hier achter mij. Dus dat is even kort informatie over de kalveren en de pinken. En wij gaan zo koffie drinken en daarna gaan we gras maaien. En daarna gaan we lekker op het land. Dus goed, we gaan naar het land weer op. We gaan naar weiden slepen. En achter mij gaan we weiden slepen. Ik zal je zo even laten zien dat goed de nood is. Eruit. Dit is echt het land waar we moeten beginnen. Dit is de weidensleep. Hier gaan we zo hem uittrekken. Dat zal ik even doen. Dat is één. De weidensleep is nog uitgelegd. Nou, dan gaan we nu laden zaken. Dat doen we via deze knop. Doe maar op dan, hè. Dat is uitgelegd. We staan weer in de trekker. Nou, dat gaan we nu wel meenemen. Dan gaan we nu rijden.
toe. Ja, de motor mag niet slechten. Ik ga hem lekker warm in te trekken. Kijk naar de vlog. Hoi, 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 hoi,